Welkom bij Spakenburg Nu, waarin we de volgende onderwerpen hebben. Reis Oeganda, vrijwilligers gezocht, actie voor Turkije en Syrië, 75 jaar Dierenpark Amersfoort. We beginnen met het jubileum van ons dierenpark, zoals we het park ook wel noemen. Dierenpark Amersfoort, dé dierentuin voor kinderen. De start voor de voorjaarsvakantie op 18 februari was tevens het start zijn van de viering van hun 75-jarig jubileum. Het Dierenpark Amersfoort Wildlife Fund ondersteunt al sinds 2003 natuurbeschermingsprojecten in binnen- en buitenland. De voorjaarsvakantie staat in het teken van de Wilde Wildlife Weken, waarin het dierenpark aandacht besteedt aan het belang van natuurbescherming. Kijk naar een impressie van de beginjaren van deze dierentuin. Museum Spakenburg zoekt vrijwilligers. Emmy sprak met Arie ter Beek en Jeanette Koelewijn. Arie ter Beek en Jeanette Koelewijn, we gaan even over vrijwilligers praten. Arie, hoe belangrijk zijn vrijwilligers hier voor het museum? Nou, vrijwilligers zijn uitermate belangrijk, want hadden we geen vrijwilligers, dan zouden we het museum niet de hele week open kunnen houden. Nee? En dat geldt natuurlijk ook voor
andere stichtingen zoals de BU210. Als we daar onvoldoende bemanning hebben, dan kunnen we wel mensen hebben die met ons willen varen. Maar dan kunnen wij niet varen en dan ziet het ook niet op. Nee. Dus het is echt van levensbelang. Ja. En wat voor vrijwilligers zoeken jullie? Nou, voor het museum zal Jeanette straks het een en ander vertellen wat we zoeken. Maar voor de 210 zoeken we mensen die wat hebben met zeilen, die handig zijn, die eventueel aan het schip wat kunnen schuren en verven en kleine klusjes opknappen. En dat is altijd samen met een ploegje. En dat, wat ik ervan hoor altijd, is dat heel gezellig. Ja, ja, dat is mij ook wel eens ter oren gekomen. Het is heel gezellig. Ja. Maar kunnen mensen daar ook cursussen voor krijgen? Kunnen ze ook leren varen? Hoe ja, gaat dat? Ja, door de Stichting Bouwk Museumhaven worden cursussen aangeboden. Maar wil je het gewoon in de praktijk leren, dan kun je dat ook bij ons aan boord. Kijk, het is niet zo dat we zeggen van hey, je bent vrijwilliger, hier heb je de boot, varen maar. Nee. Zo werkt dat natuurlijk niet. Want het moet wel allemaal veilig gebeuren. Ja. Maar daarom hebben we echt wel goede mensen aan boord die de kennis hebben en die ook kunnen overdragen. Dat is een heel belangrijk iets. Ja. Ga ik even naar Jeanette? Ik kom straks nog even bij je terug. Jeanette, jij bent de coördinator van de vrijwilligers, begrijp ik? Ja, klopt. Maar ook zelf vrijwilliger? Nee, ik ben zelf niet vrijwilliger. Ik werk hier in het museum voor 16 uur per week. Dus, maar ik regel wel alles wat met de vrijwilligers te maken heeft. Samen met nog wel een vrijwilligerscoördinator voor vrijwilliger, Wouter Koelewijn. Juist. En vrijwilligers, nou Arie zei het al, heel belangrijk. Wat voor voorwaarden stel je aan een vrijwilliger? Nou, dat kunnen in principe wel heel veel verschillende soorten vrijwilligers zijn. Maar het is wel belangrijk dat je graag met mensen omgaat. Dat je het leuk vindt om in het museum wat te doen. En wij zoeken ook bijvoorbeeld wel vrijwilligers voor het onderhoud. Dat is even iets heel anders. Maar dat is, die hebben niet met mensen te maken. Maar die moeten het vooral leuk vinden om bijvoorbeeld kleine klusjes te doen. Zoals lampen vervangen, bomen snoeien, van de straat. Maar we hebben natuurlijk ook vrijwilligers nodig om inderdaad ons museum open te houden. En is het vooral belangrijk dat ze het leuk vinden om met mensen om te gaan. En het leuk vinden om misschien wat over de geschiedenis van Bunschoten Spakenburg te vertellen. Dat betekent niet dat ze alles al moeten weten. Of dat ze hier in Spakenburg geboren moeten zijn. Maar we hebben hier ook vrijwilligers die hier niet geboren zijn. Die hier misschien nog maar net zijn komen wonen. Maar het toch heel leuk vinden om zo geïntegreerd te raken in Bunschoten. Ja, dat gaat dubbel op dan. Ja, ja. Maar dan krijgen ze dat natuurlijk wel mee, die geschiedenis. Ze krijgen de geschiedenis mee. Ze krijgen een map mee, waar zeg maar een rondje museum heet die map. En daar staat alles in over het museum. En sommigen schrikken dat af en denken dat we moeten dat helemaal uit ons hoofd weten. Maar dat is niet de bedoeling, maar dat is ter ondersteuning. En je loopt, als je hier begint, ook mee met vrijwilligers. En met rondleidingen. En de een vertelt misschien wat meer over de klederdracht, de andere over de visserij. En zo steek je ook van iedereen wat op en mag het ook jouw eigen verhaal worden. Er zijn ook mensen die rondleidingen geven misschien niet zo leuk vinden. Maar ook die willen we graag hebben. Want soms alleen de weg wijzen of in het museumcafé helpen. Dat is ook hartstikke leuk. Dus denk je van, nou, het museum is wat voor ons. Vinden we het gewoon heel leuk als je contact met ons opneemt. We hebben een informatiemiddag op dinsdag 28 februari vanaf 2 uur tot 3:30. Kunt u gewoon binnenlopen bij ons en dan vertellen we u meer. Kunt u dan niet, u kunt dan ook altijd contact met ons opnemen. Even bellen naar het museum of even mailen. En ik verwijs u ook graag naar de website onder het kopje vrijwilligers. Daar kunt u ook meer vinden over de vrijwilligers die we zoeken. En de website? De website is www.museumspakenburg.nl. Simpeler kan het niet. Simpeler kan het niet. Gaan we nog even naar Arie. Nu nog directeur. Hè. Waar kunnen ze voor de BU terecht? Nou, dat is ook een heel makkelijk e-mailadres. Dat is info@bu210.nl. En de website is bu210.nl. Dus makkelijker kan dat ook niet. Nee, dus als je denkt van dat ga ik leuk vinden, dan is het zeker dat jullie ook opleiden tot. Ja, zeker. Ja. Ik dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Wouter Koelewijn is zelf vrijwilliger en wilde graag vertellen waarom dit werk zo leuk is. Wouter Koelewijn, jij bent vrijwilligerscoördinator, heb ik begrepen, maar ook zelf vrijwilliger. Hoe lang al? Nou, al meer dan 25 jaar ben ik hier vrijwilliger en ik ben pas later in het bestuur gekomen. Maar meer dan 25 jaar loop ik hier al rond, elke donderdag
En dat is wel een bewijs dat het leuk is. Ja, dat is het zeer zeker. En wat doe je precies? Nou, ik vind het zelf heel leuk om contact met allerlei soorten mensen die hier komen. Heel veel internationale nationaliteiten zien we, Fransen, Duits, Engelsen. En heel veel vragen hebben ze vaak. Het rondleiden is gewoon heel leuk. En ja, en de vragen die ze vaak hebben. En hoeveel talen spreek je? Nou, dat gaat vaak met handen en voeten, wat Duits en wat Engels. We hebben wel Duitse vertalingen. Voor de mensen die we geven we vast al mee. Dan hebben ze vaak een indruk wat het museum, wat ze allemaal kunnen vinden. Maar mijn vragen, daar lopen vaak, als we echt een Engelse groep krijgen, dan lopen Engels, mensen die heel goed Engels kunnen. En die kunnen dan een rondleiding geven. Dus deze mensen zoek je ook of heb je die al? Nee, die hebben we ook heel graag hoor. Maar de jongeren kunnen vaak goed Engels allemaal. We hebben gelukkig ook iemand die heel goed Frans kan spreken. Want die komen er ook steeds meer. En Spaanstalig. Er zijn ook een paar mensen die cursus volgen. En ja, Spaans is een van de grootste continenten. Mensen die dat spreken ook, hè? Ja, die taal wordt heel breed gesproken. Ja. Wouter, waar gaan jullie allemaal rondleiden? Hoeveel compartimenten heeft dit museum? Nou, we hebben natuurlijk de vis hangen. Achteraan hebben we natuurlijk hier de grote finale. We hebben een aantal thema's en daar vertellen we allemaal iets over. Maar er zijn verschillende gebouwen hier. Het winkeltje hoort erbij natuurlijk. Dat is heel divers. En waar komt die kennis vandaan? Moeten mensen dat zelf maar proberen te vertellen? Of worden ze opgeleid? Hoe zit dat? Ja, nou een aantal mensen van vroeger, die wisten natuurlijk heel veel. Die nieuwere, die komen, die weten vaak niet altijd iets van de cultuur van Spakenburg. We hebben daar een handleiding over, van wat ze kunnen vertellen bij elk onderwerp. En iedereen moet het toch zijn eigen maken. Ja. Want de toeristen zijn ook heel wisselend, heel verschillende vragen stellen ze. En dat is juist leuk om een beetje interactie te krijgen daarmee. Jij doet het 25 jaar. Wat vind je het leukste? Nou, ik vind het contact met de mensen vind ik het zelf het leukste. Ik doe nu heel veel de kassa, maar in de afloop komen ze vaak, drinken een kopje koffie en dan hoor ik de verhalen erbij. Heel veel oud-Spakenburgers komen even kijken, zeggen ja, we hebben hier Roels liggen. En dan komen toch altijd hele gesprekken komen dan. Nou ja, roept de mensen op, want jullie hebben vrijwilligers nodig. We hebben heel graag een heleboel vrijwilligers en je wordt echt niet in de diepte gegooid. Je loopt altijd met een paar mensen mee. Je krijgt twee keer loop in elk geval mee hoe het museum eruit ziet. En dan geven we de handleiding en dan ben je gezellig met drie andere mensen, twee tot drie andere mensen doe je het werk. En heel langzaam wordt het je eigen, want dat moet je ook maken. Ja, en dan wordt het leuk. Dus ja, gaan ze heel vroeger in de wintermaanden aan, voor 1900 eigenlijk. Dat is een soort wol, sarus en satijn binnen geweven. Maar je hebt ook heel vroeger in de zomer, gingen ze altijd naar de kerk ook met katoen. Maar je katoen met bloemetjes erin, groen. En later is bruin in de mode gekomen, van de jakken. Er is ook dus mode in de Er is mode enorm erin ook, ja. Dit is een prachtig paars trouwjak die gedragen is in 1902. Paars was ook mode, net zoals de groene en de bruine jakken. En deze jakken zijn allemaal verknipt, die zijn uit de mode geraakt en allemaal verknipt tot kraplappen. Het is een van de weinige in de collectie die we nog hier hebben. Het is prachtig, mooi van diep uitgesneden van voren en van achteren allemaal mooie plooien. Op de mouwen nog rood. Fries. Het ziet er prachtig uit. En we zijn er heel trots op dat we die nog in de collectie hebben. Ik kan kijken hier met van achteren. Het is allemaal verdwenen, deze kleur. Ja. De kraamvrouw. Mevrouw is bevallen. Vroeger lagen ze natuurlijk minstens 10 dagen in de bedstee, 10 tot 12 dagen. De kraamverzorgster kwam en die wilde natuurlijk een hele goede kraamverzorgster hebben. Mevrouw is hier klaar om de visite te ontvangen. Haar kraplap is omgevouwen en voorheen deden ze dat naar binnen toe, maar vroeger deden ze het naar buiten toe. Van onderen ligt ze natuurlijk gewoon in onderkleding, de boommoutjes. De baby is ingebakerd met een mooie dofmuts.
mooi met de letters erop. En als er was op de bleek ging, dan wist je in elk geval van wie het was. En het is van Marie Duist, is dit geweest. Wat zien we hier? Dit zijn hele antieke baby hemdrokjes. Die werden de kinderen, wat we net gezien hebben, de baby werden hierin ingebakerd. Ze zijn zeer, zeer antiek. Oude sits is het. En het ziet er prachtig uit. Dit is een heel aparte, die helemaal geborduurd is. En dat is een van de zeldzaamste die we hebben. En het is allemaal deze stof uit de rouw. En als ze in de rouw waren, zijn het paars. Met een witte ondergrond. Stofmusjes eigenlijk mooi kans met een blauwe lint als je uit de rouw was. En vaak kreeg je een gebreide muts als ze in de rouw waren met een zwart lintje erin. Ja. Dit is ook nog zo'n oud jakje, een paasjak uit de rouw met allemaal rode bloemetjes erin. Heel, heel weinig zien we die. Deze zijn allemaal verknipt naar kraplappen. Voor de zaterdagavond of voor avonddagen. Tweede paasdag, tweede pinksterdag. En we hebben hier een paar kraplappen erbij. En ja, we zien ze eigenlijk uit het straatbeeld is het helemaal verdwenen. Dit is een mooi oud groen jakje voor uit de rouw. Het is katoen met mooie rode bloemetjes erin. En een prachtig mooi stukje erbij. Deze jakken, er zijn er maar een paar in de collectie van. Het is allemaal voor 1900 en het is allemaal uit de mode verdwenen. Ik dank je hartelijk. Dank je wel. Jeanette Vedder liet ons weer weten dat ze op 17 februari met 10 mensen naar Oeganda vertrokken zijn om daar weer mee te helpen met bouwen, medische zorg en aandacht te geven aan weduwen, wezen en armen en gevangenen te bezoeken. Er wordt elke keer enorm naar hun bezoek uitgekeken. Kijk maar even mee naar het volgende filmpje, dan begrijpt u het beter waarom. En dat ze het financieel niet zonder onze en uw hulp kunnen redden.
So, you are happy with the new machine? Mila de Ruiter is samen met de zusjes Tirsa en Eden Dob een actie begonnen voor de mensen in het aardbevingsgebied. Emmy zocht hen op. Drie meisjes, Eden, Tirsa en Mila. Mila, ik begin even bij jou, want volgens mij is het jouw idee. Ja. Pak maar even de microfoon en kun jij mij vertellen hoe dit allemaal zo gekomen is? Wij waren op school en toen zagen we de beelden op het jeugdjournaal. En dat sprak mij gewoon heel erg aan. Zo zielig was dat. En toen kwam ik op het idee om misschien armbandjes te verkopen. En ja. En dat zijn jullie nu aan het doen, hè? Weer ja. Armbandjes aan het maken. Had je al wel vaker armbandjes gemaakt? Ja, ik ben er al heel lang mee bezig. Ik doe het nu al een paar jaar. Maar nu verkoop ik het dus ook voor Turkije en Tsjechië. Ja? En wat vond je nou zo vreselijk? Ja, ik zag gewoon die beelden en er lagen echt gewoon alleen maar stenen. En er lagen zoveel mensen liggen er nog onder het puin. Daar word je heel verdrietig van, ja. Hè? Ja. Maar nu kunnen jullie meehelpen. Eden? Wanneer ben jij mee gaan helpen? Hoe kwam dat? Nou, Tirsa, die vroeg aan Mila of zij mee mocht. Nou, Mila vroeg eigenlijk of Tirsa mee mocht helpen. En dat wou Tirsa ook. En toen wou ik ook mee helpen, want dan zijn de taken goed verdeeld. Ja, precies. Want wat zijn jouw taken geweest? Nou, mijn taak was dat ik het geldkistje vasthield. En die van Mila was dat ze het ging vragen. En die van Tirsa, zij hield het rekje met de armbandjes en de ringetjes vast. Ja, zodat iedereen kon kiezen. Tirsa, kom ik even bij jou. Mila kwam het vragen aan jou. En wat dacht je toen? Ja, ik dacht, was in mijn hoofd helemaal zo van, ja. Dat wil ik natuurlijk wel helpen, want wij zitten bij elkaar in de klas en dan zie je ook allebei die beelden. En dan vertelt je juf van, ja, ik zag ook zo'n seizoen op Netflix van dat de jongetjes een arm moest geamputeerd worden omdat zijn arm gewoon vast zat onder het puin. Dat konden ze niet losmaken. Dus moesten ze een chirurg bijhalen en dan nu heeft hij nog maar een halve arm. En toen ik dacht ik, ja, daar moet je toch ook iets aan doen. En er was ook zo'n baby uit Syrië onder het puin vandaan gehaald. Die was gewoon die moeder was onder het puin bevallen. Dus, en ik denk, je moet bevallen onder het puin. En je kind, zij overleefde het niet. En je hebt een kind en die is nu alleen op aarde. Ja. Zonder vader, moeder, broer, zus. Helemaal, het hele gezin gestorven. Ja. Ja, wat lief van jullie dat jullie daar zoveel aan gedaan hebben. Want wat heb je gedaan? Hoe heb je de armbandjes verkocht? We zijn langs drie restaurants geweest. De Smokehouse, 033 en Show & Co. Netjes vragen aan de bazen en bazinnen of dat mag. Dat mag. En dan vraag je aan elke tafeltje van, mogen we wat vragen? En dan, ja, je mag wat vragen. Wij verkopen armbandjes voor Turkije en Syrië. En daar, al dat geld dat we daarmee ophalen gaat naar Giro 555.
En ik denk dat ook die mensen dat ook heel erg raakt van binnen. Dat meiden nog op de basisschool dit doen. Ja, fantastisch. Mila, kom ik weer even bij jou. Zijn er ook wel eens mensen geweest die niks kochten? Ja, die zijn er wel geweest, maar niet zoveel. Er was ook wel één tafel en die negeerde ons gewoon. En die zagen ons wel gewoon staan en we vroegen ook, mogen we iets vragen? Maar die negeerde ons gewoon helemaal. En zeg nou eens eerlijk hoe jij je toen voelde. Wat ja, dacht je toen? Toen voelde ik me wel een beetje boos van binnen. Want ik dacht gewoon van, nou, als je niet iets wil kopen, zeg dan gewoon nee dank je. Maar ga dan niet ons negeren. Nou, dat hebben jullie zeker niet verdiend. Mila, mag ik ook weten hoeveel geld jullie al bij elkaar gehaald hebben? We hebben 120 euro opgehaald. Nou, ik zou bijna een applaus geven, zo goed vind ik dat. En stoppen jullie er nou mee of ga je nog door? We gaan nog heel lang door, denk ik. Ja? Ja. En als mensen nou kijken en ze denken van ik wil ook wel zo'n armbandje. Wat kost het en waar kunnen ze het krijgen? We hebben die wollen armbandjes, die zijn 50 cent. En we hebben de kralen armbandjes, die zijn 1 euro. Dus eigenlijk kan iedereen dat betalen? Ja. Ja, precies. Nou, ik wens jullie nog heel veel succes. En mag ik zeggen dat ik heel trots op jullie ben? Ja. Dank je wel. Dit was weer Spakenburg Nu. Dat u op de uren van Bunschoten kunt bekijken. Donderdag een vrij item en vrijdag weer buitenspel. Zaterdag de herhaling van Spakenburg Nu. En zondag, los op zondag, dat 8 keer te zien is. Maandag, als altijd, het geliefde programma uit de oude doos. Dinsdag zoeken we weer een vrij item voor u. En woensdag zijn wij er alweer met Spakenburg Nu. Voor vandaag nog een hele fijne dag. Dag!